Nederland heeft veel sluizen die aan renovatie of vervanging toe zijn. Rijkswaterstaat heeft daar 52 sluizen gebundeld in het programma Multiwaterwerk. Sinds 2015 onderzoekt Rijkswaterstaat met de markt op welke manier de VNR-opgave voor deze sluizen op een efficiënte manier kan worden uitgevoerd. Hierbij worden de meest kritische onderdelen van een sluis, waaronder de deuren, zoveel mogelijk gestandaardiseerd, omdat ze zo duurzaam mogelijk moeten zijn tegen zo laag mogelijke levensduurkosten. Tussen april 2019 en december 2020 heeft Rijkswaterstaat de GWW-markt een vergelijkingsstudie laten uitvoeren naar de materialisatie van sluisdeuren voor multiwaterwerk. Met de studie wordt invulling gegeven aan de opbouw van kennis bij alle partijen hoe eenduidig gewerkt kan worden om de duurzame doelstellingen te halen. Deze werkwijze sluit aan bij de marktvisie om gezamenlijk opgaven te realiseren. Doel van deze studie was om uit te zoeken welk materiaal bij bepaalde afmetingen van de deuren het beste scoort wat betreft milieubelasting en levensduurkosten. Dit is gedaan aan de hand van een specifieke sluis in het Wilhelminekanaal met gelijke uitgangspunten voor alle materialen. Ingenieursbureaus werden bij de aanbesteding uitgenodigd om zich aan te melden voor een van de materialen hout, staal, vezelversterkte kunststoffen of hybride. Royal Askoning DAV en Fibercore Europe hebben zich als marktleiders gericht op het materiaal vezelversterkte kunststoffen. Er zijn in Nederland in de afgelopen jaren al 7 sluizen uitgerust met deuren van vezelversterkte kunststoffen, ofwel VVK. Om de optimale combinatie van LCA en LCC te vinden bij verschillende sluisdeurafmetingen, heeft Royal Askoning DAV een prachtige tool ontwikkeld. Deze tool maakt het mogelijk om voor iedere sluisafmeting en waterstand een optimale en materiaalzuinige sluisdeur te ontwerpen die voldoet aan de geldende normen en die een minimale MKI-waarde heeft. We hebben als Royal Askoning DAV intensief samengewerkt met Fibercore Europe om het ontwerp te toetsen op maakbaarheid en materiaalefficiëntie. Die inbreng heeft ertoe geleid dat het ontwerp en maakbaar is en schaalbaar is en zo dus toepasbaar is voor sluisdeuren van diverse afmetingen. Een VVK-sluisdeur hoeft in de 100 jaar levensduur niet verwijderd te worden voor groot onderhoud. Hierdoor heeft de VVK-sluisdeur de hoogste beschikbaarheid van alle materialen. Er kan daarom volstaan worden met een lichte reservedeur voor snelle reparatie na eventuele aanvaringen, waardoor kosten en materiaal bespaard worden. De sluisdeur is standaard lichter dan de bestaande sluisdeur, waardoor de bestaande draaipunten lager belast worden en daardoor kunnen worden hergebruikt. De VVK-sluisdeur heeft een grote ontwerpvrijheid, waardoor deze in elke sluis is in te passen zonder noodzakelijke aanpassingen van het sluishoofd, ongeacht het type sluisdeur. De opzet van de studie is gezamenlijk gekozen en de berekeningen zijn inzichtelijk voor alle andere partijen. De uitkomsten zijn getoetst door de 2 onafhankelijke bureaus NIBE en CODOS. Als we al deze punten ten aanzien van milieu- en levensduurkosten grafisch weergeven, is de conclusie: VVK-deuren hebben een hele gunstige MKI-waarde en VVK-deuren kennen de laagste totale kosten over de levensduur van de deur. Wij willen daarom graag sluisdeuren maken volgens ons nieuwe, materiaalzuinige ontwerp. Met behulp van de ontwikkelde ontwerptool kunnen we snel een projectspecifiek ontwerp aanleveren met milieukosten en levensduurkostenanalyse.